Door het maken van een reconstructie proberen we de geheimen van de meester te ontrafelen. We worden ontvangen in een van hun depots op een geheime locatie. Jan van Eyck, hij beheerste de olieverftechniek als geen ander en er wordt zelfs gezegd dat hij het heeft uitgevonden. Zijn werk staat bol van de symboliek en elke millimeter klopt. Hij was geniaal. Het is een heel mooi kleinood van Jan van Eyck, verbluffend geschilderd, heel precies, maar ook heel precieus. Het fantastische vermogen van Van Eyck op dat kleine formaat alle technieken te gebruiken om deze illusie van echtheid te realiseren. Zoals altijd bij Jan van Eyck zit de rijkdom in de details. Waar je blijft kijken, waar je steeds nieuwe dingen ontdekt en steeds getroffen wordt door de hoge kwaliteit en virtuositeit van zijn techniek. Ja, dat maakt dit voor mij een van mijn lievelingsschilderijen uit onze collectie. Van Eyck wordt ook een beetje gezien als de vader van de schilderkunstige traditie in olieverf. Hè? Maar hoe zit het nou met zijn materiaalgebruik? Ja, dat is het geheim van Eyck. Nee, dit is heel belangrijk voor dit schilderij, de olie. Ik verwacht dat het dus wat anders vloeit dan olie die we nu gebruiken. En dat het ook iets meer glans heeft. Hè? Ja, het schilderij is natuurlijk bijna 600 jaar oud. Hij heeft flink op zijn donder gekregen. Je ziet hier allerlei beschadigingen in die lijst, maar dat hebben ze bewust zo gelaten. Misschien moeten we de reconstructie van Charlotte gaan beschadigen en restaureren. Net zoals het echte schilderij beschadigd is geweest en is gerestaureerd. Ja, ik weet dat je heel erg van Van Eyck houdt. Jij wilde deze heel graag doen. Ik hou van Van Eyck, inderdaad. Ik ben in Gent geboren, ik ben ermee opgegroeid. En dit voelt heel vertrouwd, heel veilig. Het is alsof het er altijd al geweest is. Maar als ik het hier nu zie liggen, word ik ook een beetje ontmoedigd, want het is zo mooi, dat kan ik gewoon helemaal niet. Het is een publiek geheim voor kunsthistorici, restauratoren en schilders dat Jan van Eyck een virtuoos was, technisch een van de meest begaafde schilders uit de kunstgeschiedenis. Dus de lat ligt heel erg hoog. Charlotte is begonnen met het maken van de ondertekening die is af te leiden uit de infraroodopnames. Net als Van Eyck werkt ze met een goudpen. Nou, best wel veel moeite om de goede spullen in handen van Charlotte te krijgen. Ja. Ik hoop dat ze hier iets aan heeft. Nou, ik denk dus inderdaad dat Charlotte wat aan gaat hebben. Want die harsen die, zorgen ervoor dat je verf heel mooi glad trekt. En daardoor zie je geen kwaststreken. Je krijgt een meer glanzende verf, een meer diepere verzadiging. En dat is eigenlijk precies natuurlijk wat we zien bij Van Eyck.